Hij heeft een bijeenkomst georganiseerd afgelopen zaterdag en daar heb ik zorgen over. Op die bijeenkomst werd de NSB-vlag getoond. Op die bijeenkomst werd de Hitlergroet gebracht. Op die bijeenkomst waren neonazistische symbolen en mensen aanwezig die veroordeeld waren voor antisemitisme. Op het eind bedankte de heer Wilders iedereen. En ik heb vanaf dat moment nergens de heer Wilders de gelegenheid zien aangrepen om deze aanhangers, om daar ver afstand van te nemen. Zou de heer Wilders dat alsnog willen doen? Meneer Wilders. Voorzitter, wat een zielig mannetje is de heer Pechtold dan. Wat een zielig, miserig en hypocriet mannetje bent u toch. Dat is wat ik even te zeggen heb. Voorzitter, de reden waarom ik het vraag is dat we opgaan naar de Europese verkiezingen. De heer Wilders zoekt nadering tot het Vlaams Blok. De heer Wilders twittert over ontmoetingen met Lega Noord. De heer Wilders vindt het fantastisch om met mevrouw Marine Le Pen samen te werken. De start van die partij, Front Nationaal, kent één grote geschiedenis van antisemitisme. En mevrouw Marine Le Pen wil een algeheel keppeltjesverbod voor de openbare ruimte. Meneer Wilders, uw oplossingen geeft u me niet. Dus ik wil u vooral ook aanspreken op datgene wat u oproept. Werkt u samen in Europa dadelijk met mensen die discrimineren en die ook nog eens antisemiet zijn. Graag uw heldere standpunt. Zeker waar u altijd, en dat is hypocriet, zo voor de Israëlische zaak opkomt. Meneer Voorzitter, ik ga echt niet reageren op de ultieme miserigheid. Het is de ultieme miserigheid van de heer Pechtold. De hele zaal kan op zijn kop gaan staan, maar u bent te klein, u bent te miserig om ook maar een minuut serieus te nemen. En dat meen ik oprecht. En het spreekt voor zich. Laat ik dan ten algemene het volgende zeggen. Het spreekt voor zich dat de PVV en die duizenden aanhangers waar ik trots op ben dat ze er zaterdag stonden, niets hebben met extremisme, niets hebben met antisemitisme. Dat de PVV niets heeft met allemaal dat soort idioterie. Dat spreekt voor zich. Ik ga me daar ook niet voor verdedigen. Ik zeg het nu één keer en voor de laatste keer. En als u daarover door gaat zieken, dan klinkt u maar een boom in, meneer Pechtold. Je mag op het scherpst van de snede met elkaar debatteren. Je mag het niet met elkaar eens zijn. Maar respecteer altijd mensen. En als iemand een vraag stelt, geef dan gewoon antwoord. Ja. Voorzitter, dat de heer Slob zichzelf nog serieus durft te nemen. Echt, ik bedoel, mij hier ongeveer door de heer Pechtold als een halve natie uit laten maken aan onze achterban. En dan mij wat verwijten. U bent net zo miserig als u dat alleen maar suggereert. En het is niks wat u ervan vindt dat ik dat zeg. Ik neem het voor onze kiezer op. En ik laat ons niet uitmaken dan wel insinueren dat we iets met extreem of met nazi's hebben. Dat laat ik me door niemand zeggen. En als u of wie dan ook daarmee komt, dan krijgt u de wind van voren. Ook als u van de ChristenUnie bent.